Opwekking begint dus met een aanraking van God. En dat gaat hij ook doen tijdens een digitale conferentie. En ik denk dat het heel erg te gek wordt. 50 jaar geleden vindt de allereerste Pinksterconferentie plaats. Daarna volgen nog heel veel bijzondere jaren. Dit jaar is ook weer bijzonder. Een jubileumjaar. Maar ook een moeilijk jaar. Dingen gaan soms anders dan je hoopt. Gelukkig gaat God wel door. Ook in tijden van tegenslag. Daarom gaan we bij Opwekking gewoon door met muziek maken, aanbidden en vieren we dat God trouw is. Ook nu. Dit jaar dus even geen drukte op het gras in Biddinghuizen. Dus ja, dan zal de boel bij Opwekking wel op zijn gat liggen. Maar in het pand van Opwekking zijn mensen nog steeds keihard aan het werk. En dus is de vraag, waarmee eigenlijk? Om daarachter te komen volgen we vandaag Ruben en Carlino. Je zou denken, die kunnen het rustig aandoen. Beetje thuis vakantie vieren nu de conferentie niet doorgaat. Maar niets is minder waar. Ja, we gaan dan weliswaar al deze spullen niet naar Biddinghuizen brengen. Wat normaal gesproken nu wel het geval zou zijn. Maar we gaan digitaal en dat is een hele grote, ja, uiteindelijk een heel groot project geworden. Met heel veel partners en heel veel mensen. Nou jongens, druk hier hoor. Hè? Nou, de vraag is natuurlijk, hoe ga je zo'n digitale Pinksterconferentie beleven? Wanneer kun je wat zien? Nou, om te beginnen, www.samenkerksamensterk.nl. Daar staat het hele programma op. Seminars, studies, gesprekken. Heel veel zal ook interactief zijn, dus je kunt ook meedoen. Het wordt zo groot als hoeveel mensen er gaan kijken. Maar ik denk dat we meer mensen dan ooit kunnen bereiken. En dat is ook wel ons kloppend hart voor die digitale conferentie. Een boodschap van hoop, een boodschap van samen, samen kerk zijn. En voor de mensen die nu denken van ja, ik ga ook die lectuurtent wel missen. Want ja, daar loop je binnen, boeken, cd's, allemaal prachtige spullen. Daar hebben we ook aan gedacht. Maar denken is één ding, Ruben. Er moet ook wat gebeuren. Daar hebben we Carlino voor. Ik ben onderweg naar het distributiecentrum CBC. Want de lectuurtent heeft een hele andere vorm gekregen dit jaar. We gaan namelijk online. En mijn team en ik, we zijn afgelopen weken bezig geweest om dit helemaal voor te bereiden. En vandaag zet ik de laatste puntjes op de i. Carlino houdt de spanning er lekker in. Nou, we zijn benieuwd. Nou, zo ziet het eruit. Eigenlijk gewoon een magazijn van een webshop waar van alles ligt. Bijvoorbeeld, een spelletje wat net uitgekomen is. Triplo, wat je misschien wel kent van onze uitzendingen van Opwekking Go. Maar kijk even met me mee. Dan laat ik zien wat er allemaal nog meer te verkrijgen is in onze webshop. We hebben keihard aan gewerkt met het team. En dit is het resultaat. Zo kunnen de mensen toch lekker snuffelen, zoals ze gewend zijn, op Opwekking. Maar wat ook gaaf is, en ik heb ze persoonlijk gesproken, is dat we de leveranciers hiermee steunen. Die normaal met ons staan op de Pinksterconferentie. Ja, die zagen in één keer natuurlijk ook in hun handel verdwijnen. Nou, hiermee hebben we een oplossing. En natuurlijk, op het moment dat er gekocht wordt in de webshop van Opwekking, ja, wordt Opwekking gesteund. En daar ben ik alleen maar blij mee. Nou, dat ziet er top uit, Carlino. En een groot voordeel van dit is dat je niet meer in de rij hoeft te staan. Maar ja, je denkt toch ook een beetje, een webshop en een paar streams, is dit alles? Nee, er gaat nog veel meer gebeuren. Ontzettend veel mensen druk. Kinderen, de tieners, de jongeren, heel veel partnerorganisaties, die zijn enorm druk bezig om een prachtig programma neer te zetten. Kijk maar even mee. Vandaag gaan we een seminar opnemen met Tanja Blokland voor het jongerenprogramma. Met een heel team zijn we ons aan het voorbereiden op Teen Zone Live. Joel, wat gaan we doen? We gaan 3 keer livestreamen, zaterdag, zondag, maandag. En we gaan het hebben over de liefde van God de Vader, de genade van Jezus Christus en de verbondenheid met de Heilige Geest. Hey, ik ben hier bij de EO om alvast te oefenen voor volgende week zondagmiddag zingen. Ik ben bijna klaar met mijn preek. Ik kan niet wachten jullie maandag te zien. Bij Groot Nieuws Radio hebben we ontzettend veel zin in de digitale Pinksterconferentie. Nog even voorbereiden. En dan zijn ook de tolken gebarentaal weer klaar voor. Nog even onze camera's klaarzetten en dan kunt u ook via Family 7 kijken naar de digitale Pinksterconferentie. Ik ben Anne Schauk en ik ben verantwoordelijk voor de kidstream van de digitale Pinksterconferentie. Het wordt een super tof programma. Kijken jouw kinderen ook? Gelukkig gaan we toch samen God aanbidden. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ontvang de Heilige Geest, dat is mijn thema. En samen met boeiende sprekers hopen we een gezegend weekend te hebben. Joram hier van de EO. Ik ben druk aan het voorbereiden, want aanstaande weekend is het zover. De Opwekking Pinksterconferentie met ook de Beam Kerkdienst in één wordt bijzonder. Waar moet deze naartoe, jongens? Nou, dit belooft wat. Het is anders dan normaal, maar dat weerhoudt vele christenen er niet van om samen toch het grote feest van Pinksteren te vieren. Ruben is er in ieder geval al klaar voor. Ben jij er ook bij?
Doe mee, samen met duizenden mensen uit heel Nederland. Samen kerk, samen sterk. En kun je echt niet wachten tot komend weekend? Ga dan nu vast naar opwekkinglectuurtent.nl. Maak je Carlino ook gelijk blij mee. Nou, eens even kijken. Nou, begint al aardig te lopen. Even kijken. Sterker van David. Ah, daar zal hij blij mee zijn.